Hey, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe videoblog over investeren. Het is 2020 en ik hoor nog steeds mensen zeggen dat Bitcoin, dat crypto, een scam is. Ik heb het idee dat deze mensen een beetje hetzelfde soort mensen zijn die ook met de corona-toestand heel hard aan het roepen zijn om die mondkapjes te verplichten. Die helemaal ziedend worden als er een paar mensen op een, in een groepje bezig zijn. En dat is altijd een beetje, ja, toch wel een beetje sneu, die types die helemaal zo in hun voorgeprogrammeerde ideeën vastzitten. En zo'n voorgeprogrammeerd idee is bijvoorbeeld wat ze vanuit de media jarenlang hebben gehoord. Hè. Vanaf 2013 dat ik crypto ben gekomen in Bitcoin, hoor ik het al. Crypto is een scam, Bitcoin is een scam. En dat horen ze zo vaak dat ze dat gewoon gaan incarniseren. Dat wordt dan hun levensmotto ook. Elke keer als ze dat dan horen, dan komt dat weer naar boven. Dat hebben ze ooit op een harde schijfje hebben ze dat gekregen, geprogrammeerd door een clubje journalisten die zelf ook voor een schamel inkomen dan onsuccesvol zitten te schrijven. Moet je je voorstellen dat ze daar dan iets van aannemen. Dat is, is een beetje sneu. Het zijn, wat ik zeg, het zijn dezelfde mensen die met de coronifonie-situatie helemaal heilig van overtuigd zijn dat mondkapjes helpen, dat die afstand helpt en dat we allemaal niet meer elkaar mogen aanraken. En die gaan elkaar met ellebogen zo lopen begroeten en oh nee, afspreken, oh, weet je wel, mensen, adem van andere mensen, eng. Ja, dat zijn een beetje die types die ook altijd tegen mij lopen te gillen van Bitcoin is een scam en oh, risico, weet wat je doet en misschien goed bedoeld allemaal. Dat snap ik, snap ik. Het is goed bedoeld, maar het is een beetje, zielig als je dan daarna ook nog eens heel boos wordt. Van, als ik dan uitleg waarom het hartstikke leuk is, dan gaan ze heel boos worden. Hetzelfde met die coronifonie. Als je dan uitlegt van ja, maar joh, maar weet je, dat bestaat helemaal niet. Dat kan helemaal niet. Dat mensen kunnen elkaar helemaal niet zo op zo'n manier besmetten en zo. Weet je, dat soort rare ideeën. En dan worden ze boos. In plaats van dat ze denken, hé, maar wacht even, misschien is het wel interessant, een andere mening. Nee, ze worden heel erg boos, omdat die matige journalisten, die arm zijn en die tegen heel weinig geld zo'n verhaaltje moeten schrijven in de krant over Bitcoin, die helemaal niks weten daarvan, die allemaal weer dingen kopiëren van andere slechte journalisten, die dat weer kopiëren van de bankiers, die opdracht geven van, joh, kraak vooral dat Bitcoin af, want wij hebben nog niet onze positie is nog niet groot genoeg in Bitcoin. Dus zorg dat het zo lang mogelijk bij het gewone volk in een negatief daglicht staat. Hetzelfde met die coronifonie. Zorg dat die mensen zo lang mogelijk daar bang voor zijn, zodat wij onze dingetjes kunnen doordrukken. Hè? Het enorme geld drukken, het opkopen van allemaal bedrijfsleningen en het opkopen van allemaal ETF's en allemaal dat soort dingen. Houd die mensen vooral bang. Dat is eventjes wat zij dan aan die journalisten opdragen. Hè? De bankiers die spelen samen met de media en de media die krijgen dan daarvoor geld. Want je kan mij niet vertellen dat anno 2020 nog steeds krantjes zoals het Algemeen Dagblad en zo en NRC, die kunnen overleven van de papiertjes die ze verkopen. Hè? Dat is geen hond die dat meer leest. Prima, ik heb het ook vroeger bezorgd. Het was leuke tijd, krantenjongen. Maar het is een andere tijd. Weet je, die krantjes dat gaat zo traag allemaal. En misschien op zaterdag is het nog wel leuk, weet je, een entertainmentblad dat je interessante achtergronden hebt. Gezellige krant lezen vind ik ook. Weet je, gezellige krant. Als er een gezellige krant was, had ik die gelezen. Maar die is er helaas niet echt. Allemaal bangmakerij, allemaal indoctrinatie, toch ook een beetje wel. Nou goed, weet je, misschien ga ik daar een beetje te ver in indoctrinatie. Laten we zeggen gewoon in ieder geval bespeling. Ze willen in ieder geval jou in een bepaalde richting duwen die in hun geval voordelig is. Nou, hetzelfde dus ook met crypto en Bitcoin. Ze lopen heel erg te roepen van Bitcoin is een scam, crypto is een scam. Maar intussen heb ik met Bitcoin vanaf 2013, hoeveel is de prijs ongeveer omhoog gegaan? Nou, wat zal het zijn? 300, 400 keer, 500 keer? Ik weet het niet. Het was, 2013 was het €50. Hij staat nu op bijna €10.000. Nou, reken zelf maar uit. Ik heb er nu even geen zin om dat. Ik ben niet goed in hoofd rekenen, het spijt me. Dus reken maar uit. Ja, wat een scam is dat dan? Een slechte scam. Als het zo risicovol is, weinig risico dan eigenlijk. Want ja, ik heb eigenlijk alleen maar in die 7 jaar het omhoog zien gaan. Dus niet zo'n hele goede scam dan eigenlijk. Het duurt al best wel lang ook, 7 jaar. En nou goed, dan Ethereum kwam en ook weer een scam. Ook weer allemaal nep en allemaal lucht en het slaat allemaal nergens op. Nou ja, totdat dus Ethereum naar $1.400 ging en nu gewoon op bijna $400 weer staat. En ja, slechte scam. Want ik heb Ethereum destijds dus gekocht voor $7 en nou staat nu $400. Nou ja, matige scam dan, als ik heel eerlijk ben. Dus niet zo'n goede scam. Had toch wel al lang dan ja, opgelost als het echt een scam was. Hè? Als mensen echt, als Vitalik, de oprichter van Ethereum, als hij echt zo... ja, zo op uit was om te scammen, dan had hij toch wel langs zijn winst genomen. Maar dat heeft hij niet gedaan. Het is gewoon een project dat doorgaat. Dus ja, dat denk ik... of bijvoorbeeld met Band Protocol. Nou, Band Protocol heb ik geïnvesteerd. €1 per stuk. 840 van die bandjes gekocht. En die is nou $16. Dus 16 keer meer waard geworden in een maand. En nou goed, dan heb ik van $840 heb ik meer dan $12.000 gemaakt. Ja... scam, ja, scam, maar oké, jij vindt dat een scam. Ik vind heel veel geld verdienen niet echt een scam. Ik vind dat eerder leuk, dat ik denk, hey, geld verdienen met crypto. En dan denk ik achter van, ja, waarom zit je nou zo moeilijk te doen? Waarom geef je niet gewoon toe dat crypto hartstikke mooi is en dat jij op kantoor voor diezelfde $12.000 die ik heb verdiend, dat jij daar misschien wel 3-4 maanden voor moet werken. En het is niet onvervelend te doen, maar het is gewoon de realiteit. En als je daarvoor kiest, is dat prima. Maar het vervelende is dat mensen dus, dat die types dus heel erg gaan lopen op dat het een scam is. En daarmee ook andere mensen die dus wel interesse hebben daarin misschien afgeschrikt worden. Want die vertrouwen op die mensen, hè, want het zijn van die types die ja, zogenaamd een beetje alles dan voor elkaar hebben. Hè. Ze hebben een vaste kantoorbaan waarmee ze €3.000 per maand verdienen. Nou, heel trots, heel wat voor die mensen. Dan denk je, ja, nee, inderdaad, crypto, die zij zeggen dat een scam is. Nou, dat zal het ook wel, want dat zijn betrouwbare mensen. Terwijl het natuurlijk heel erg beperkend is als je zo denkt. Kies je er echt voor om kantoorbaan te doen? Nou, helemaal goed, helemaal leuk, lekker doen. Maar roep niet van die onzinnige dingen. Roep niet van die onzin dat crypto een scam is. Want het is een hele waardeloze scam dan. Want het is dan de beste scam die er ooit is geweest voor mensen die niet in scammer geloven. Zoals ik zeg, Ethereum voor $7 gekocht en die staat nu op $400. En mogelijkerwijze vliegt die dit jaar nog omhoog naar $1.000. Hetzelfde met het talloze voorbeeld Link, voor $4 gekocht, schiet omhoog naar $15, hoppakee, weer $12.000 verdiend. Bancor, 700% stijging. En dit zijn nog maar een paar voorbeelden. Ik heb nog hele lijsten vol met crypto's die het hartstikke goed doen, die staking opleveren, staking dividend inkomsten opleveren en daarmee dus heel mooie rendementen laten zien die je niet eens op de bank hebt. Die mensen die dus zo'n grote mond hebben over crypto, hè, ik zie dat voor me, van die gasten die dan zo voor zo'n, die vinden zichzelf dan heel wijs, want die werken bij een IT-bedrijf of bij een, zijn programmeur, dus die weten waar ze het over hebben. Maar ze hebben van economie helemaal geen kaas gegeten. Ze hebben van filosofie geen kaas gegeten. De meeste mensen hebben van filosofie geen kaas gegeten. Ze komen aan met verhalen over virussen en mondkapjes en beperkingen en dat crypto een scam is. En ze weten van filosofie helemaal niets. Ze weten helemaal niet wat filosofie is en hoe dat werkt. En hoe gedachten vanuit boven worden bedacht en aan het volk worden verder verspreid. Dus als je die verhaaltjes gelooft, dat je dan eigenlijk alleen maar opvoert, napraat wat er jou wordt voorgekoud. Dus dat is geen eigen filosofie, dat hebben ze niet. En zo'n programmeur die zit dan op zijn kantoortje, tegen een paar €1000 per maand zit hij dan de hele dag binnen, ongezond. En ik loop hier in het zonnetje van Italië, lekker gezond buiten. En ik hoef niet de hele dag saaie codes te schrijven, ik ben gewoon vrij. En dan zijn ze boos. Dan zeggen ze, nee, dat is boos, dat hoort niet zo, dat is niet goed. Je moet ook de hele dag binnen zitten in zo'n kantoor, zonder frisse lucht. Met in een ongezonde houding, allemaal saaie opdrachtjes uitvoeren. Dat is goed, dat is leuk. Vaak is het ook als je een andere mening hebt, dan word je complotdenker genoemd of conspiracy-denker, noem maar op. En dan denk ik van, ja, maar wie gelooft er nou in complot? Jij gelooft dat crypto een scam is, dat het een van de grootste scams moet het dan zijn op de wereld. Dat hele Bitcoin-netwerk, dat één grote scam is. Dat is een complot. Jij zit in de complotdenken. Jij denkt dat er echt daadwerkelijk een onzichtbaar beestje in de lucht vliegt en die allemaal mensen spontaan ziek maakt. Terwijl je helemaal over het hoofd ziet dat er luchtvervuiling is, dat er gewoon milieuvervuiling is, chemicaliën om ons heen, dat we heel veel stress hebben, dat jij de dag binnen zit in een kantoor, kunstmatig licht, wekenlang in de winter geen daglicht. En zou dat jou misschien niet ziek maken? Hè? Dus zijn dan denk ik van, ja, ik ben niet de complotdenker. Ik zie gewoon dingen echt om me heen die gewoon daadwerkelijk bestaan. Crypto bestaat, Bitcoin bestaat, het zijn gewoon werkende netwerken. En ongezondheid bestaat ook. Dus dat zijn voor mij, volgens mij ben jij degene die in een complot gelooft. Dat er onzichtbare beestjes rondvliegen die iedereen ziek maakten. En dat er dus ook ten aanzien van de crypto dat er een heel grote scam draaiende is met daar waar miljarden in omgaat. En ja, dat is toch, dus zou ik mezelf afvragen van, ja, gaat het wel helemaal goed als je dat denkt? Als je nog steeds nu anno 2020 blijft volhouden dat crypto en Bitcoin een scam is. Vandaag een beetje een ja, wat fellere vlog, want ik word soms wel een beetje moe van de overheersende schreeuwmening van deze mensen die denken omdat ze de zogenaamde wetenschap en media aan hun kant staan, dat ze ook in het gelijk staan. Vandaag even een ander geluid. En het is belangrijk omdat ja, vrijheid van meningsuiting, en het is goed om daar eens wat tegengas aan te geven. Vond dit nou een goede video? Like dan de video. Deel het en abonneer je op het kanaal, daar help je mij mee. Wil je nou beginnen met crypto, ga naar de website www.bitcoinhulp.com. Daar helpen wij je persoonlijk als je beginner bent, maar ook als je gevorderd bent met crypto aankopen, opslaan en allerlei andere gouden tips. Zoals bijvoorbeeld Band Protocol, die als tip hebben Bancor. Allemaal mooie crypto tips. Dat was voor vandaag vanuit Trani, Italië. Zeg bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.